Maakt Willem II echt kans in de bekerfinale tegen Ajax? Valentin Dries, ja, is het voor Ajax misschien een beetje tussendoortje en kan Willem II ervan profiteren, denk jij? Ze zeggen van niet, maar ja, je zou stellen van wel. Hè, tussendoortje van Champions League avontuur, hè, Tottenham uit en Tottenham thuis. Dus ja, als je er zo in staat als speler, ja, dan ben je niet helemaal goed bij je hoofd. Want dit is de eerste prijs die Ajax kan winnen sinds 4 jaar, meen ik. Dus ik kan me niet voorstellen dat je deze wedstrijd als tussendoortje beschouwt. Nee, Matthijs de Ligt die zei ook op de persconferentie vrijdag van... ja, ik ben eigenlijk meer gespannen voor die bekerfinale dan voor Champions League duels. Ja, nou, heel opmerkelijk. Hè? Ja, hij zal waarschijnlijk bedoelen alleen deze wedstrijd natuurlijk. Hè? Want ja, hier staat aanstaande zondag of morgen staat er een beker langs de kant. Ja, die wil hij graag omhoog houden. En ja, aanstaande woensdag bij de wedstrijd tegen Tottenham, daar staat eigenlijk alleen de finale op het spel. Maar ja, kijk, als je daarna de finales gaat vergelijken, dan zal er ook wel een bepaalde spanning bij komen als die eventueel in Madrid op 1 juni... Ja. Over het veld heen loopt, hoor. Dat zal de adrenaline nog meer door zijn lijf gieren, waarschijnlijk. Dat denk ik haast wel, ja. Overigens is Arjen Swinkels, oud-Willem II-speler en groot fan, die geeft Willem II wel kansen. Die heeft natuurlijk het grote voorbeeld gegeven. Hè? Met KV Mechelen, kampioen van de tweede klasse in België. Ook de finale gehaald van de beker tegen AA Gent, eerste klasse. En gewonnen, uiteindelijk, hè, de dubbel voor KV Mechelen als tweede klasse. Ja, natuurlijk een geweldige prestatie. En natuurlijk jarenlang een boegbeeld, ook aanvoerder geweest bij Willem II. En zo'n supporter, dat hij gewoon aanstaande zondag gaat hij gewoon mee met de bus. Ja. Hè, om 10 uur verzamelen in Tilburg voor het stadion, de bus in. En om 6 uur juichen voor je club. Ja, wel een echte clubman. Geweldig verhaal. En ja, hij geeft in feite het voorbeeld aan Willem II hoe het moet. Nou, ik heb niet de exacte statistieken van het tweede seizoen zelf. Maar als je naar Willem II kijkt, dan draaien ze gewoon een heel goed seizoenshelft. Hè? Ja. Eigenlijk met een hele nieuwe voorhoede. Precies, met Isaken erbij, Tapia natuurlijk, die veel die maakt. Die Grieken, die het goed doet. Dus kijk, zij draaien een bovengemiddeld seizoen met de finale van de KNVB-beker. Willem II is toch een beetje het Ajax van het zuiden. Zo willen ze ook graag, zo profileren ze zich ook graag. En er zit natuurlijk wel wat in. Hè. Gerry Vink is de assistenttrainer van Adrie Koster. Adrie Koster zelf ook allemaal bij Ajax rondgelopen. Dus ja, wat dat betreft kan het wel een hele leuke wedstrijd worden. En Willem II gaat zeker niet voor de pot hangen. Dat kan die ploeg ook niet. Dat hebben we tegen PSV gezien. Toen hebben ze eigenlijk weinig gedaan. Te weinig, vond ik. En ja, dan werden ze ook gewoon verslagen. Dus ze zullen gaan voetballen. En ja, ik ben heel benieuwd. Dat kan een hele leuke wedstrijd worden. Adrie Koster die is natuurlijk al met alle respect iets ouder. Ja, maar die zou dus zomaar zijn eerste hoofdprijs kunnen gaan pakken. Nou ja, dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Die man is dik in de 60. En die heeft geloof ik 29 of 30 jaar hoofdtrainerschap achter de rug. En die heeft gewonnen een promotie met Excelsior van de eerste divisie naar de Eredivisie. En een kampioenschap met Ajax 2. Dus, ja, en een bekerfinale. Dat heeft hij als speler. Maar die wacht nog op zijn eerste hele grote prijs. Dus daar wacht hij al heel lang op. Dus voor Adrie Koster, wat al een hele sympathieke trainer is. En ook een sympathiek mens. Die gun je best een keer een mooie prijs. Dan even over Ajax. Het bericht kwam ook dat Tagliafico een jaar blijft. Nou, Onana die heeft al bekendgemaakt dat hij een seizoen blijft. Ja, wat zegt dat eigenlijk? Want ze hebben altijd gezegd van er gaan 5 spelers weg maximaal, geloof ik. Ja, nou ja, daar is Mark Overmars natuurlijk altijd mee bezig geweest. En vorige week heb ik het ook nog tegen je verteld. Hè. Er is toch wel een beetje een kentering in die selectie aan de gang. Van een aantal spelers die misschien toch wel wat langer willen blijven. Hè. En Onana heeft dan een signaal gegeven. Nou, Tagliafico doet het nu. Ook omdat hij natuurlijk wat moeilijker wegkomt. Want hij heeft een vrij lang contract. Mm. Nou, dat wordt dan nu volgens mij met een jaar verlengd. En hij krijgt dan betere voorwaarden. Eigenlijk zijn alleen Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong die heel nadrukkelijk hebben gezegd dat ze weg willen. Nou, de Jong gaat al weg. De Ligt heeft gezegd dat hij graag ook naar Barcelona wil. Ja, dat is trouwens, las ik, ik weet dat zijn geruchten, maar dat Raiola weer veel geëist zou hebben bij Barcelona. Dat er misschien nog andere clubs nu weer van profiteren. Er zijn allemaal van die schermutselingen achter de schermen. Maar uiteindelijk zal Matthijs de Ligt, die is oud en wijs genoeg. Dat is ook iemand die echt wel voor zijn eigen rechten op wil komen. En niet afhankelijk is alleen van Raiola. Die zal echt wel tegen Raiola zeggen van joh, als ik 100.000 euro moet inleveren om bij Barcelona te komen, dan leveren wij gewoon 100.000 euro in. En jij ook. Nou, ik lever helemaal niks. Nee, ik bedoel Raiola. Ja, nou, exact. Maar ik denk dat die twee die gaan zeker weg. Ik hoor ook van Ziyech.
Heeft iedereen natuurlijk altijd gezegd, die gaat weg. Maar ja, die is heel kieskeurig in de clubs waarin hij heen wil. Hij moet er heel goed gevoel bij hebben. Nou, dan moeten ze ook wat voor hem willen doen. Hè, qua opstel, of tenminste qua formatie. Hm. Want hij kan niet natuurlijk bij iedere club zomaar aan de bak. Want ja, het is wel een hele speciale speler. Ja. Dus het zou mij ook niet verbazen als die nog langer zou blijven. Oké. Dan is het seizoen voor Ajax geslaagd als ze de beker winnen? Nee, nou, als je zover bent gekomen en je wint de beker. Kijk, voor Ajax is nu de beker is een hoofdprijs, omdat ze zo lang geen prijs hebben gewonnen. Maar voor een club als Ajax die zoveel heeft geïnvesteerd en zover is gekomen, ja, kan je dit natuurlijk wel als een troostprijs wil ik het niet noemen. Maar het is geen hoofdprijs. De hoofdprijs is het kampioenschap. Dat moeten ze winnen. En de extra prijs is de Champions League. En ja, dit is het leuke tussendoortje. Ja, ik moet wel lachen, want we stonden deze week dan nog in Londen. En dan heb je van, nou, de bookmakers, wie maakt de eerste goal? En helemaal die dynamiek, ja, om zo'n Champions League wedstrijd. Ja, nu kan ik je ook al vragen, wie maakt de eerste goal en zo? Maar dat voelt toch anders? Als je één keer goed hebt gegokt, dan moet je natuurlijk gelijk stoppen. Okay. Want ja, het kan alleen maar slechter. Dus daar beginnen we niet aan. Maar Ajax toren hoog favoriet natuurlijk. Ja. Normaal gesproken moet dit appeltje eitje zijn. En er wordt dan de finale tegen PEC Zwolle wordt er nu vaak bijgehaald. Die ze met 5-1 verloren, kwamen ze met 1-0 voor. Maar dit is natuurlijk een heel ander team. En dan zie je toch, bijvoorbeeld Tadić, Blind, zie ik, die natuurlijk al veel langer meeloopt. En de ontwikkeling van De Ligt en Frenkie de Jong. Ja, dit team is zoveel verder dan dat team toenertijd. Dus ik denk niet dat dit team zich laat verrassen door Willem II. Valentijn Driessen heeft gesproken, appeltje, eitje. Ja. Gevleugelde woorden. Ja, we gaan het zien, dankjewel. Heel goed.